Dit geweer heet de Modulus. De Modulus is een van de geweren van Nerf die op een motortje werkt. Met een knop hieronder de trekker kun je het motortje aanzetten. En zodra die goed op stoom is, kan ik schieten. En wordt er zelf druk op gebouwd om de pijltjes weg te schieten. De bewering van dit pistool, of dit geweer, is dat hij het net zo goed zou moeten doen als andere geweren, pistolen. En dat is iets wat jullie mogen gaan onderzoeken. Normaal moeten de pijltjes ongeveer 25 meter ver komen. En dan gaan we ervan uit dat het getest is onder een hoek van 30 graden omhoog. Dit geweer kun je makkelijk bedienen. Hij schiet zelf, je hoeft niet moeilijk aan hem te laden. Maar de vraag is dus, komt hij wel even ver? Jullie gaan dat onderzoeken en gaan daarbij dus bepalen wat de afstand is waar het dit geweer kan schieten. De pijltjes gaan daar hier onderin. Daarvoor hebben we een patroon. En dat patroon kun je eruit halen door deze oranje knop aan de onderkant in te drukken. En als ik die indruk, kan ik zo het patroon eruit halen. Dan heb ik het patroon eruit. Dan zien we hier, er kunnen maximaal 10 pijltjes in. Nou, we kunnen niet zien hoeveel erin zitten, maar er zit wel hier een gat. Dus als je aanhoudt dat je niet veel verder vult dan dat gat, is het altijd goed. Je kunt de pijltjes er zo induwen. En heb je dat gedaan? Dan zie je op een gegeven moment dat hier ook pijltjes zitten, dan zitten er echt wel genoeg in. En dan kun je hem er zo weer inklikken. En kun je schieten. Zorg ervoor dat je heel veel metingen doet, zodat je zeker weet dat de inschattingen die je maakt, dat die goed zijn. Doel voor jou is dus om te bepalen hoe ver de pijltjes kunnen komen. Heel veel succes met je onderzoek.